maken de fout dat we twee dingen door elkaar halen. Er gebeuren fouten in de zorg, zoals overal fouten gebeuren. En het andere is het falen van de zorg, en dat is van een andere orde. Maar wat is het verschil dan? Nou, dan heb je het over een hele branche. Je hebt het over een heel ziekenhuis, alsof dat een ding is waar je een rangorde aan zou kunnen geven, terwijl het een heel complex proces is. En je gaat alsmaar tot reorganisaties. De politiek gaat ineens de instantie zijn die lijstjes afdwingt, enzovoort, enzovoort. En de grap is dat die lijstjes die geven geen zekerheid. Die pinnen die dokter vast aan zijn bureau en die verhinderen dat hij niet meer goed in gesprek komt met die patiënt. Dus we moeten terug naar vertrouwen. Want een van de problemen is, het gaat over onzekerheid. Kijk, ik ben een Feyenoord supporter. En ik zou met zekerheid willen weten dat als Feyenoord tegen Ajax speelt, dat ze winnen. Nou, dat is echt een illusie tegenwoordig. Het zou fantastisch zijn als er lijstjes kwamen. Maar je gaat naar het stadion omdat eigenlijk de onzekerheid onderdeel van het spel is. Ja. Dus maar kun je, meneer Kramer? Een van de dingen die we moeten organiseren is hoe we omgaan met die onzekerheid. En daar kan nog wel een hoop verbetering. U weet het over vertrouwen, hè? U heeft het over vertrouwen, dan heeft u het over het vertrouwen dat patiënten maar in dokters zouden moeten hebben. Nee, niet zouden moeten mag hebben. Mag ik even, en ik denk ook dat het andersom heel erg belangrijk is, dat dokters vertrouwen hebben in patiënten. En dat je dus met de goede informatie, zoals wij bijvoorbeeld in ons ziekenhuis doen, dat wij patiënten online gegeven hun eigen medische gegevens laten inzien op een website. En ze kunnen alles zien wat wij hebben en daar proberen wij vertrouwen mee te wekken. Maar wij moeten ook vertrouwen hebben in die patiënten, en dat hebben dokters wat mij betreft op dit moment nog te weinig, dat die patiënten daar op een hele goede manier mee om kunnen gaan. Maar het gaat niet om het maar vertrouwen hoeven te hebben. Want waar het om gaat is wantrouwen. En dat is terecht. Ja, maar dat wantrouwen, dat wantrouwen is terecht. Want we wantrouwen alles omdat het gaat om ons eigen leven en we zouden het liefst in controle zijn. Alleen je kan dat wantrouwen niet vormgeven. Dan ben je de hele dag bezig om alle lijstjes te bestuderen en de hele literatuur. Ja, maar dat heeft toch ook met openheid te maken? Daarmee creëer je vertrouwen bij mensen. Maar openheid kan je niet omzetten in zekerheid. Dus op een gegeven moment... Dat is het punt. Fouten worden gemaakt. Dat je dus vertrouwen kun je alleen maar krijgen als je ook vertrouwen geeft. En dat is volgens mij een hele erg belangrijke... Dat is één methode. Transparantie is ook goed, natuurlijk. Maar je moet afwegen. Kijk, wat er nu gebeurt met die transparantie is dat het vertrouwen juist kapot gemaakt wordt. Nee, er wordt bewust instituten afgebroken. Iedereen wordt wantrouwder. Het onderwijs deugt niet. Is dat niet zo? Mevrouw Vogel even. Door die lijstjes creëer je juist wantrouwen. Nou, de lijstjes hebben geen wantrouwen gecreëerd. Mevrouw, u bent niet te horen. Mevrouw Vogel is aan het woord. Ja? De lijstjes geven geen wantrouwen. Het is heel belangrijk, en dat hoor ik ook de heer Kramer zeggen, om juist vertrouwen te geven, door open te zijn. Dat is trouwens ook zo als het gaat om een code die daarvoor is opgesteld, om als er een fout is gemaakt, om met die patiënt dat samen te bespreken. Om te kijken hoe kunnen we het oplossen. Maar dat begint met te zeggen, ik heb een fout gemaakt en we gaan het oplossen. En dat is die wanneer openheid die er moet komen. Gebeurt, en in heel veel gevallen gebeurt het gewoon niet, wordt het ontkend dat er iets mis is gegaan. Ik wil even aan Casper Mengelberg. U bent psychiater, vrij gevestigd. Eigenlijk gaat de discussie over de voordelen van externe verantwoording. Indicatoren, outcome measurement en dergelijke. Wat voortkomt uit wantrouwen dat de sector het zelf de handen boven het hoofd houdt. Het probleem daarvan is het volgende. Kijk, ik vind dat er volledige openheid moet zijn tussen artsen en patiënten. En uiteraard moeten de artsen de patiënten volledig voorlichten, et cetera. Dat is wenselijk. Ja, maar dat is wenselijk. Maar dat is kennelijk het gevoel dat dat niet gebeurt, meneer Mengelberg. Het gevoel is dat dat niet gebeurt. Nee, ik denk dat dat het probleem is. Ik denk dat je dat niet oplost door externe verantwoordingssystemen, hoe goed je dat doet. Ik ga u uitleggen waarom dat zo is. De geneeskunde speelt zich af in de arts-patiëntenrelatie. Die moet zo goed mogelijk zijn. Daar hoort de motivatie te liggen om optimale kwaliteit, perfectie is in de hemel, maar optimale kwaliteit daarin te leveren. Dat hoort de intrinsieke motivatie te zijn. Als je nu al die externe verantwoordingssystemen op het internet en dergelijke gaat zetten, dan wordt dat als het ware de externe show. En daar komt dan de motivatie te liggen. Daar is ook heel veel geld mee gemoeid natuurlijk. Als dat echt gaat spelen, dan krijgen de ziekenhuizen of de artsen die mooie cijfers kunnen presenteren,
die krijgen de patiënten. En dan krijg je een soort van externe motivatie. En dan, dat zet een hele hoop teweeg, ook in het ziekenhuis. Dan worden, laat ik zeggen, moeilijke patiënten geweerd en dergelijke. Maar vooral wil ik zeggen, het accent komt dan op een verkeerde plek te liggen. Okay. Op de informatie naar buiten toe in en plaats van intrinsiek. Mevrouw Jonker wilde reageren. Ik wilde wat op reageren, want die lijstjes, daar worden we al zo tegen geageerd. Maar dat lijstje van de borstkankervereniging heeft er wel voor gezorgd dat de wachttijden heel erg verkort zijn geworden. Dus het stimuleert, de ziekenhuizen om hun kwaliteit te verhogen. Daar hebben we een mooi voorbeeld van. Want als Nederlandse gynaecologen verzamelen al 15 jaar alle cijfers van alle Nederlandse IVF-centra. En het is heel interessant om te zien, dat is een externe indicator. En ik vind dat mensen ook recht op hebben als ze betalen van behandeling. En ze worden ons behandeld en ze willen dolgraag zwanger worden. Dat wij laten zien in hoe vaak van de gevallen dat lukt. En dat hebben we nu gedaan. Dat doen we 15 jaar lang. En wat zie je? De eerste jaren met name. Je ziet de succespercentage gewoon omhoog gaan in de centra. Ja, dus de kwaliteit verbetert. Het werkt wel. Ja, maar dan is voor mij dus de vraag hoe het met de indicatiestelling ligt. Mogelijk dat klinieken waarbij het minder succesvol is... überhaupt patiënten tot zich nemen. Cijfers, dat kan je heel goed doen. Patiënten tot zich nemen die toch al een goede kans maken qua leeftijd. Oké, meneer Mengelberg, ik ga even naar wat Ben Krul zegt. U zegt zijn manipulatieve cijfers. We zijn met data bezig, met getallen bezig die je kunt manipuleren. Je Hoezo kunt echt dan? Zorgen. Je kunt zorgen dat je 30, 40 plaatsen stijgt op die ranglijst. Geef eens een voorbeeld hoe je dat dan doet. Omdat je gewoon bijvoorbeeld hele zware patiënten, die behandel je niet. Die stuur je bijvoorbeeld allemaal door naar de academie. Ja, dan natuurlijk heb jij betere resultaten. Dan gaan er minder patiënten dood in je ziekenhuis. Ik zit zelf niet in de medische wereld. Maar als arts leg je toch een